Met een lengte van 80 kilometer was het Noord-Hollands Kanaal ooit het grootste en diepste kanaal ter wereld. 200 jaar geleden voer het eerste schip de route van Amsterdam naar Den Helder. Pieter en Marieke varen met hun motorboot de Canicula door heel Nederland. En in deze zesdelige serie varen ze dezelfde route over het Noord-Hollands Kanaal op zoek naar mooie verhalen en bijzondere locaties. Pieter en Marieke hebben Fort Spijkerboer achter zich gelaten en varen ondertussen richting Alkmaar. Ze maken weer gebruik van de app van het sloepennetwerk, waarmee ze hun eigen route kunnen bepalen. We varen nu op het Noord-Hollands Kanaal, hè? Dat is 200 jaar oud. Maar dat moet ooit ook door iemand bedacht zijn. Weet jij wie? Ja, dat weet ik, toevallig. Ja. Want ik heb daar wel eens wat over gelezen, over die man. Dat was ingenieur Jan Blanken. Het fijne weet ik er niet meer van, maar ik weet wel dat hij een man was met een lastig karakter. Hier zie je Jan Blanke Jansson, heet hij eigenlijk helemaal. Hier zie je hem op oude leeftijd, vlak voordat hij eigenlijk overlijdt. En hij is het brein geweest achter niet alleen het Noord-Hollands Kanaal, maar ook marinehaven in Den Helder. Dus hij was degene die koning Willem I op het idee bracht eigenlijk? Eigenlijk wel. Het was zijn idee wat hij aan koning Willem I presenteerde. En die zag daar wel brood in, ja. Waar Blanke aanvankelijk nog gewoon kleine schepen over het kanaal wilde laten varen, zei Amsterdam op een gegeven moment van ja, wij willen best bijdragen aan dat kanaal, maar alleen als het breed genoeg is dat twee schepen van de linie, twee zeevarende schepen, elkaar op het kanaal kunnen passeren. Dat vonden zij een hele belangrijke eis. Hij is uiteindelijk pas in 1838, dus 14 jaar na de opening van het kanaal, is hij overleden. Alleen hij is wel 2 jaar nadat het kanaal werd geopend, is hij door de koning wel uit zijn functie. Is hij met pensioen gestuurd eigenlijk, na een reeks blunders. Het was toch een te groot ego, een te groot een baasje eigenlijk. Moeilijk zijn om hier vissen te vangen? Ik heb eigenlijk geen idee, maar kan jij een beetje vissen? Ik kan helemaal niet vissen. Nou, hoe leer je dat dan? Nou, jong geleerd is oud gedaan in dit geval. Het lijkt erop dat Pieter en Marieke even terug moeten richting de schoolbanken. Er zijn namelijk speciale vismeesters die lesgeven op basisscholen in Noord-Holland. Een bijzondere schooldag voor groep 6 van de meester Spichschool uit Hoogkarspel. De reken- en taalboeken bleven dicht, want vismeester Martin van Sportvisserij Midwest-Nederland kwam langs. Hij legde onder meer uit hoe je op een goede manier met de vissen moet omgaan. Vismeester is iemand die op de basisschool zeg maar, de jeugd enthousiast maakt voor het vissen en het leren omgaan met de natuur. Dus omgaan met de vis, omgaan met het vuil opruimen en eigenlijk... Dat is eigenlijk even in kort wat het is. Maar vooral enthousiast maken voor het vissen. Is dat belangrijk? Ja, ik vind het wel. Omdat heel veel mensen, kinderen zijn tegenwoordig niks anders dan aan gamen. Op zich niks mis mee, maar de buitenlucht en de natuur is prachtig. Dus het is hartstikke mooi als je en buiten kan genieten van een sport, maar ook buiten kan genieten van de natuur. We gaan het zo direct allemaal oefenen. Ik heb allemaal kunstvisies. Even in groepjes zo direct, even wisselen. Wat is eigenlijk het belangrijkste dan, wat je de kinderen mee wil geven? Het welzijn van de vis en de natuur. Ja, het omgaan met
Het is leuk om een hobby te hebben, maar het is ook leuk om, om het netjes achter te laten en op een goede manier. Wat we net in de theorie hebben gedaan, gaan we nu proberen in de praktijk te brengen. Er leuk aan? Dat ik heel veel vissen heb gevangen. Hoeveel heb je er gevangen? 6. We hebben geleerd op school al hoe je het haakje uit de mond van de vis moet halen. En hoe je hem in het water moet gooien. Wat vind je ervan? Goed. Ja? Ik vind het anders wel zielig dat ze doodgaan. Het is een zeelt, hè? Prachtig mooi vis, hè? De Canicula legt aan in Hartje Alkmaar om een gast op te pikken die Pieter en Marieke alles kan vertellen over de bijzondere plekken in Alkmaar en de rol van het Noord-Hollands Kanaal. Waar begon Alkmaar eigenlijk? Nou, zo ongeveer hier, waar we nu varen. Vroeger kwam je ook binnen over dit water. Dat was de belangrijkste toegangsweg. Dat ging over het water naar de stad. En dan voer je zo op Alkmaar aan. En dan op dit punt had je dan de vestingwal. Dat is allemaal weg, want het kanaal moest er doorheen. En ging dan hier dwars door de vestingwal van Alkmaar. Maakte vervolgens een bocht. En ging dan hier weer opnieuw door de vestingwal. Waarbij er allerlei mooie oude gebouwen moesten verdwijnen. Maakte dan een flauwe bocht. Dat gaat zo ongeveer hier loopt hij dan. En hier kwam dan wat nu het Victoriapark is. En ging dan hier, kwam hij dan weer op het traject van de oude stadsgracht uit. En kijk, dit is de oude haven van Alkmaar. En men had ook bedacht. Als je dan dat grote kanaal kreeg, dan moest hier ook een aanlegstijger zijn voor die zeeschepen. Want Alkmaar moest opgestoten worden binnen de vadervolkeren. Ze noemden dat een belangrijke negotiestad. Ja. Moest het weer worden. Nou, daar hadden ze enorme verwachtingen van. Ja. En de aanlegstijger, dat was dan hier bij de Bierkade, ja. 5,6 meter diep. Dus dat was een enorm gegraaf voor maar liefst zo'n 6.000 tot 9.000 polderwerkers. Ja. Nou, en dat moet ook een gezicht zijn geweest. Dat het allemaal dus met de hand gegraven is. Ze hadden wel, en met pompen werd dan het water weggepompt. Dat hadden ze dan wel. Maar het allemaal met kruiwagens, dat allemaal eruit scheppen. Oh, daar komt natuurlijk zo'n kanaal, dat is allemaal handel, dat is allemaal verkeer, dat is allemaal drukte. En dat is nu vandaag de dag nog steeds zo. Dus maar nou nog even over dat kanaal en de bocht. Ja. Want die wilde Alkmaar dolgraag hebben, omdat men dacht dat het veel geld zou opleveren. Dat al die schippers hier zouden blijven liggen en de economie wat vooruit zouden helpen. Maar dat werkte niet zo. Nou, dat niet op de korte termijn. Er ontstaat hier industrie. Hè? Dat is in de tweede helft van de 19e eeuw, krijg je allemaal fabrieken. Daar zien wij de Rengersfabriek. Hè? Dat is één voorbeeld daarvan. Die is trouwens in de vorige eeuw, rond 1920 zo ontstaan. De Rengersfabriek, chocolade. Yeah. Maar je had een ijzergieterij. In de 19e eeuw is die al gekomen. Je had scheepswerven. Een meelfabriek en dat allemaal dankzij het kanaal. Dus uiteindelijk kwam het wel een beetje goed. Ja, zeker. Maar het moet wel heel mooi zijn geweest in de tijd dat hier nog echt zeeschepen voeren. Die legden dan niet aan in Alkmaar, maar het was een prachtig gezicht. Hè? Drie masters, die reusachtige schepen. Nou ja, dat heb je natuurlijk nu niet meer. Dat is allemaal klein spul, maar dat waren echt zeeschepen. De zeeschepen mogen dan verdwenen zijn. Het Noord-Hollands Kanaal is onlosmakelijk verbonden met Alkmaar. En wonen langs dit water is dan helemaal bijzonder. En daar kunnen sommige industriële panden een bijzondere rol in spelen. Zoals de voormalige Ringersfabriek. Dit is de Ringersfabriek. En ik woon hier. Hoe lang woon je hier al? Sinds een jaar. En ik woon op de bovenste etage. Bij de klok, daar zitten wij sinds een jaar.
Kom erin. Nou, dit is onze woning. Waar we heel blij mee zijn. Echt geprobeerd om dat industriële een beetje... Ja, terug te laten komen. Ja, zeker. Dus alle oude elementen die we konden behouden, hebben we ook behouden. Beneden vonden we dat nog wel spannend met het plafond. Die wilden we eerst gedeeltelijk stukken. Maar dat hebben we niet gedaan vanwege het feit dat we zagen in de gang dat er heel tof uitzag om het gewoon te laten zoals het is. En dat hebben wij nu gedaan en daar vind ik echt heel tof geworden. Het gaat helemaal de goede kant op met de buurt. Want dat was vroeger anders, hè? Op een gegeven moment is toch de keuze gemaakt om dit gebied te gaan ontwikkelen als een woon- en leefgebied, een soort van tweede stadscentrum tegen het oude stadscentrum aan. En prachtig plekje aan het worden. Prachtig plekje. En jij woont hier? En ik woon hier, ja. Ja? Ja. Ik kom uit de binnenstad vandaan. Dit kwam op mijn pad. En ik kwam hier vroeger als kind al. En dus voor mij is het cirkeltje rond nu ik hier dan feitelijk ben gaan wonen. Wat grappig is dat ze alles wat ze konden laten zitten in de oude stijl, hebben ze laten zitten in de oude stijl. Dat geldt voor de tegeltjes, dat geldt voor de muren, dat geldt voor de plafonds. En dat geeft een hele aparte sfeer in dit gebouw. En dit is dus mijn huis. Welkom. Ik heb geprobeerd hier het karakter van het industriële ook te handhaven. En naar mijn persoonlijke overtuiging is dat aardig gelukt zo. En ik ben hier dan ook hartstikke blij mee met het resultaat. Ja, waar zie je in jouw huis de oude Ringersfabriek? Hè? Waar zie je die? Kijk, hier zie je de oude Ringersfabriek. En in de plafonds zie je de oude Ringersfabriek. En jij hebt ook een speciale herinnering aan de oude Ringersfabriek, toch? Jazeker. Mijn vader was banketbakker en wij verkochten Ringers producten. En als er in de winkel wat voorraad er niet was, dan werd ik wel eens naar de Ringersfabriek gestuurd om het op te halen. Dus als kind kwam je hier al in de fabriek? Ja. En nu ben je er weer? En nu is thuiskomen. Het cirkeltje is rond, zoals ik zei. En kijk, als we dan hier komen en ik zit hier met de ramen open en ik kijk naar buiten en ik zie de grote kerk en het stadhuis en de Waagtoren. Ja, dan heb je als Alkmaarder toch wel, daar kan je als Alkmaarder je hart wel aan ophalen. Aan het Noord-Hollands Kanaal, hè? En aan het water. Dat was een must. Ja? Ja, zeker weten. En in de binnenstad. Ja, Pieter, het is nog niet zo laat, maar ik ben moe. Ik ga naar bed. Ja, ik drink mijn glas nog even leeg en dan kom ik ook. Pieter en Marieke blijven overnachten in Alkmaar. In de volgende aflevering varen ze verder richting Den Helder, de eindbestemming. En leren ze onder andere meer over de bijzondere vlotbruggen.